welkom 1, 2, 3. Ik hoop niet dat iemand dat wachtwoord nog gebruikt. En als je dat wel doet, weghalen, verwijderen, alsjeblieft, alsjeblieft. Welkom bij de reactie van de fractie. Ik ben Queenie Rakowski en de afgelopen tijd heb ik mij bezighouden met Russische hackers. Dat zijn hackers die dagelijks in Nederlandse aanvallen, onze MKB'ers, onze gemeenten, onze universiteiten, puur om gewoon geld te winnen. Het zijn gewoon ordinaire criminelen, maar dan digitaal. We weten waar ze zitten, dus we moeten ervoor zorgen dat we het leven van die criminelen zo moeilijk mogelijk kunnen maken. Het liefst zouden we deze hackers in hun nekvel willen grijpen, van hun bed willen lichten. Dat is heel lastig, want ze wonen in Rusland en het Kremlin beschermt hun. Dus daarom gaan wij er als VVD alles aan doen om het leven zo moeilijk mogelijk maken van die hackers. En een van die dingen is hen op een Europese sanctielijst te zetten. En daarmee kunnen we er in ieder geval voor zorgen dat ze hun geld wat in Europa staat, dat ze daar niet bij kunnen. Maar dat ze het hier ook niet kunnen uitgeven. Wachtwoorden renken. Ja, ah ja, QWERTY 123. Ja, Ja, nee, ook niet gebruiken. Dit is allemaal makkelijk te herleiden. Kijk, wat je hier ziet, je achternaam beginnen met een hoofdletter. Dan geboortejaartal. Dan maak je het hackers echt veel te makkelijk om binnen te komen. Als jij het kan bedenken, kunnen hackers het ook bedenken. Maar hij wordt al ingewikkelder. Je ziet hoofdletters, een @-teken. Hij wordt al ingewikkelder. Ja, en langer. Ja, kijk, dit is veel beter. Kan ik dan woord het afleiden? Nee, deze is echt al veel beter. Ja, dit is al een stuk veiliger. Leer minimaal 1 of 2 hele moeilijke wachtwoorden uit je hoofd. Dat is denk ik belangrijk. Stap 1. Ja, een doorn in het oog. De Kamer van Koophandel heeft jarenlang woonadressen van ZZP'ers gewoon online gezet, toegankelijk voor iedereen. En de VVD heeft ervoor gezorgd dat dat nu dicht wordt gezet. Een stukje is al dichtgezet, maar het is toch nog te makkelijk te vinden. Dus dit is echt een onderwerp waar ik me voor blijf inzetten. Het is echt, deze mensen moeten gewoon veilig hun werk kunnen doen. Dit was de reactie van de fractie. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende aflevering.